Mijn naam is René Tepas. Ajax vrouwen tegen Twente vrouwen hier op Sportpark De Toekomst. 2 minuten voor tijd weet FC Twente 1-1 door een prachtige vrije trap van Meerte Morees. Ze komt nu weer aanlopen. De vrouw van de wedstrijd en de jarige. Ik ga meteen zingen voor haar. A celebration. Alsjeblieft, voor je verjaardag, Meerte Morees. Dankjewel, leuk. Hiep en de piep, hoera! Ja, ik doe de verkorte versie hoor. Gelukkig. Hou ik helemaal niet van. Hey, op jouw verjaardag gewoon hè? Ja, vandaag ben ik jarig, dus was wel even lekker dat ik een doelpuntje ook nog mee kon pikken. En toch nog een punt eruit kunnen slepen, dus dat is wel fijn. Omschrijf het gevoel eens, hè, hoe dat ging. Ja, er lag een vrije trap rond de 6. Vorig jaar bij PSV heb ik er een aantal ingeschoten. Ja, hier hebben we natuurlijk nog een specialist in het team, Sherida. Ja, die liep net langs hè? Ja, maar die kon vandaag helaas niet meespelen. En ik dacht, ja, kan ik voor de wedstrijd met de assistenttrainer erover gehad. En ik dacht, iets voor mij. En ik had het net al gesproken. Ik zei van ze durft wel een vrije trap nemen als je er niet bent. Maar ze zei, ja, er is maar één die het echt goed kan. Nou ja, het zijn meerdere, maar zij kan het echt heel goed. Nou, dat blijkt, hè. Ja, hij zat erin, dus daar ben ik heel erg blij mee. Nou, hoe bevalt het verder bij Twente? Ik heb het echt super naar mijn zin. Ik ben natuurlijk voor PSV naar Twente gekomen. Ja. Ik ben zo blij dat ik deze stap heb gemaakt. Ja, een keer om de prijs te spelen, daar was ik wel aan toe. Je hebt nog andere Brabantse naast je, rechts op het veld, Kika van Nes. Ja, Kika van Nes, vriendin van mij en inderdaad, ja, uit Brabant, maar ik kom uit Limburg, dus dan mag je nooit... Oh nee, inderdaad, dat is een beetje... Ja, dat is een beetje strijd, nee. Nee, maar we wonen ook samen met Ashley Weerde in een huis, dus dat is... goed geregeld. Ja, ik vind het zo fantastisch voor je dat je zo toch die punt had, want het was wel verdiend, vond ik hoor. Ja, ook als je nu weer zag, denk ik dat wij eigenlijk de betere waren. En het was wel een rare bedoeling, zeg maar zo, om voor één helft deze kant op te komen. Maar dat hoort er nu helemaal bij. Nou, we zijn super blij dat we een punt eruit hebben gesleept. Hoe ga je het nu vieren? Ga je helemaal los in de kleedkamer zo? Of, We zijn de box vergeten volgens mij. Dus dan denk ik dat ik snel douche aan huis. Goed, mag ik je hartstikke bedanken. En hele fijne verjaardag. Ga je het zelf nog vieren vanavond? Nee. Ik heb het van het weekend met familie thuis gevierd. Dus zit er allemaal op. Hartstikke mooi. Hey, hartstikke bedankt. Ja, dankjewel. En geniet van de celebration. Het is een beetje champagne voor me. Ik ga het ook gaan delen, want als ik hem allemaal opeet... Oh, ja, dat is niet goed. Hey, dankjewel. Dankjewel.